ook al is je liefde het aanrecht bijvoorbeeld, dat je zelfs daar wat mee kan bereiken als je maar gewoon doet wat je heel graag wil. Ik was gewoon echt 17. Ja, nee. Het was eigenlijk een heel simpel verhaal. Ik was verliefd geworden op een Marokkaanse jongen in Winterswijk. En mijn ouders woonden ook in Winterswijk. En Winterswijk is heel klein. En het was een soort van license to kiss. Een soort van. Dus ik ging me gewoon trouwen. En mijn pa en ma die betaalden de bruiloft wel, want ik was hun oudste dochter. En toen was ik gewoon lekker op mijn 17e getrouwd. En daarna begon real life. En toen ging ik nog naar de hotelschool. En dat was al de eerste soort van gevechtje, want de hotelschool is echt een verrekt dure school. En papa had daar al voor gespaard, dus die ging mijn school netjes betalen. Maar daarvoor had ik al een gevechtje geleverd over überhaupt naar de hotelschool gaan, want ik heb een islamitische Marokkaanse achtergrond. Dus mijn ouders hadden zoiets van, maar dat kan echt niet. Naar een school waar je leert over varkensvlees en alcohol en of je dat nou zelf drinkt of eet of koopt, dat is precies hetzelfde. Dus toen heb ik gewoon gezegd, als ik niet naar de hotelschool mag, dan ga ik van school af. Nou, dat vond hij te erg. Dus ik mocht naar de hotelschool. Ik ben altijd heel erg trots geweest op het feit dat ik een Marokkaanse ben. In Winterswijk was het echt alleen maar reden tot complimenten. Zeg maar, mijn haar vond iedereen altijd prachtig. En ik kon mijn Marokkaans vers brood ruilen tegen Granny Smith appels en liga's. Wat allemaal mijn ouders niet konden kopen. Kreeg ik gewoon op school via ruilen met mijn verse brood. Dus ik had altijd al wel echt iets met het koken, iets met het eten en met die Arabische keuken. En ja, op een gegeven moment ontmoette ik Marijn bij José, dus bij dat culinaire reclamebureau. En we werden vriendinnetjes en we hadden zoiets van zin op vakantie te gaan. Dus gingen we naar Libanon op vakantie. En in Libanon hadden we zoiets van, nou, hier moeten we wat mee doen. Dus toen hebben we ons eerste kookboek gemaakt. Toen ze ons vroeg voor 24 Kitchen hadden we al twee Arabia kookboeken gemaakt. Dus we waren al best wel, nou ja, een autoriteit vind ik altijd zo'n groot woord, maar een autoriteit op het gebied van de Arabische keuken in Nederland. Dus het was best wel een makkelijke zet, zeg maar, voor hen geweest. Nou, en eigenlijk doe ik echt mee omdat ik hoop dat ik andere vrouwen, Marokkaanse vrouwen of welke andere vrouw dan ook kan inspireren dat, ook al is je liefde het aanrecht bijvoorbeeld, dat je zelfs daar wat mee kan bereiken als je maar gewoon doet wat je heel graag wil. Niet voor een ander, niet voor geld, niet voor carrière zozeer, maar gewoon doen wat je heel graag wil doen. En dat dat kan ongeacht of je uit Winterswijk komt, of je Marokkaans bent, of je op je 17e getrouwd bent, ondanks of je partner overlijdt of niet, ondanks of je moeder wordt of niet, of dat je single moeder bent of niet. Maakt allemaal niet uit. Gewoon doen wat je graag wil doen en dan doen.